Minister Grapperhaus van Justitie bezocht vandaag onze provincie. In Alkmaar sprak hij met BOA's over hun veiligheid. Eerder op de dag was hij in beslotenheid bij de BOA's in Velzen. Dat had natuurlijk alles te maken met de mishandeling van een handhaver op het strand. Het was een goed en ook echt hier en daar ook emotionerend gesprek. Gewoon schokkende verhalen die ik hoor. Ik sta hier voor mijn getroffen collega's. BOA's protesteerden deze week vanwege de mishandeling van hun collega en het gebrek aan verdedigingsmiddelen. Ze eisen een wapenstok en pepperspray. Iets waar de minister niet aan wil. Een gummiknuppel zou wel vaker kunnen. De gummiknuppel, de wapenstok die de politie vroeger had, dat zou nu kunnen. Het moet wel zo zijn dat het je veiligheid vergroot. Het moet niet zo zijn dat zo'n gummiknuppel alleen maar juist bij sommige mensen de agressie prikkelt of opwekt. Respectievelijk dat je die gummiknuppel misschien verkeerd gebruikt een keer en iemand daardoor gewond raakt. Dus daar hebben we echt goed over gesproken, hier in Alkmaar en ook eerder in Velzen. Ook de Alkmaarse BOA's zouden zichzelf graag beter willen beschermen. Sinds een aantal jaar hebben ze al de beschikking over een noodknop en een bodycam. Ik zelf wel, ja, om mezelf te verdedigen, ja. Ja. Nou ja, kijk, een wapenstok, dan hou je ook een persoon, in dit geval de verdachte op afstand. In afwachting van assistentie. Ja. Kijk, en nu heb je niks. Je hebt noodknop, de bodycam, maar dat is toch voor later om een persoon te achtervolgen. En noodknop, ja, dan moet je alsnog wachten totdat de politie komt. Ik ga heel erg naar het beleid kijken voor die inzet van die gummiknuppel. Nu is dat in uitzondering en zien of dat samen met de BOA-bonden beter kan worden geformuleerd.